Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer een nieuwe set van Playmobil, een hele leuke. Die komt uit de Playmobil Country serie en ik geloof dat jullie het al kunnen zien. Je ziet daar een berg en er zien nog een paar mensen die die berg gaan beklimmen. Je kunt daar ook wandelen en er zijn er nog allemaal dieren bij. Die zijn ook van de partij. Deze set is geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar en heeft nummer 5423 van Playmobil. Zo, ik zal eens eventjes kijken wat er allemaal bij zit. Volgens mij gaat dat wel leuk worden met deze set. Oeh, en dit wordt ook nog eens spannend, want er valt een steen naar beneden. En wat hebben we hier? Daar hebben we nog een soort van grot, of een hol voor... Wat zijn dat voor beesten? Bergmarmotten misschien? En dit is ook wel heel erg leuk. Deze mevrouw is helemaal aan de top gekomen en die top is 2569 meter hoog en het is haar gelukt. Dus er zitten verschillende dieren bij deze set dan de berg zelf. De berg is 15 centimeter hoog, dus dat is natuurlijk geen 2569 meter. Dan zitten er een paar bergbeklimmers bij, dan nog van die Nordic Walking stokken, een rugzak, hier nog een steen, nog een paar kleinere stenen, een touw. En ook nog wat stro. In totaal 97 onderdelen, dat is best wel wat. Zo ziet het er niet naar uit, maar meestal tellen zelfs de kleinste dingetjes als onderdeel bij Playmobil. En ja, ik heb de doos nu inmiddels geopend en we gaan alles er eventjes uithalen. Ik zie al supermooie bloemen in het roze, wit, blauw, paars. En dan ook nog het touw, dat zit er ook nog bij. Dan nog een zakje, daar zie ik al de eerste dieren. Dat zijn denk ik van die berggeiten. En eens even kijken, hier hebben we wat stenen. Die kunnen dan ook zelfs van de berg afrollen, dus dan kan het wel gevaarlijk worden. De beklimmers zitten er ook bij. En dan nog iets waar ik de dennenboom zie. Dan hebben we hier de berg. Die is best groot toch wel. Nog een stukje berg. En dit is de ondergrond met dat hol voor de beestjes. Zo, dat was het dan. De doos is inmiddels leeg. En dan gaan we nu beginnen met het opbouwen. Deze steen die kun je hier aan vastmaken. Zo, ja precies, nu past het. En dan hebben we hier nog deze kleinere steen. Die komt daar erop. En dan dit is de dennenboom. Die is heel makkelijk in elkaar te zetten. Als eerste dit. Dan als volgende dat. En dan de top. Zo, een mooie dennenboom. Hoewel, zou het misschien andersom moeten. Ah ja, hij zag er toch een beetje gek uit, maar zo is het geloof ik goed. Zo, en die groeit daar. Zo, ik denk dat deze mevrouw als eerste gaat klimmen. Wat ze daarvoor zeker nodig heeft is een helm, dat is belangrijk. En dan dit. Hier de arm erdoor. En dan daar ook. Zo. En dan kan ze nu aan het touw omhoog gaan.
Hoe precies, dat weet ik nog niet. We gaan het zo meteen zien. Dan nog een coole rugzak zit er ook nog bij. Dan de tweede klimmer. Die heeft er ook al een sportieve top aan. Een soort van vest is dat, geloof ik. En dan heeft hij ook nog een berg schoenen aan, van die wandelschoenen. Hetzelfde geldt voor deze meneer. Die heeft een stoppelbaardje en een zonnebril op. Zo. En zo ziet hij er onder de zonnebril uit. Heel normaal. Oké, we hebben hier ook nog twee van die walking sticks. En nog dit. Zo'n soort van harnasje. Zo, verder zaten er nog twee helmen bij. Ik heb het dus net al gezegd, het is erg belangrijk dat je dan een helm opzet bij dat klimmen. Want stel je voor dat je ergens valt en je komt dan op een steen terecht met je hoofd, dan kun je heel erg gewond raken. En dit is dan het laatste deeltje wat ik heb gevonden. Verder heb ik alles opgebouwd. En kijk, dan kun je je zekeren als klimmer. Dit maak je zo vast aan dat tuigje. En dan dat touw, wat ik net dus al zo in elkaar heb gezet, dat rol ik dan uit. Dat kun je dan vasthaken aan de bovenkant. Zo. Oh, dat gaat een beetje lastig. En dan ook daardoor. Misschien is het makkelijker als je eerst dat even doet en dat je hem daarna dan vastmaakt. Zo. En dan maak ik hem weer vast. En dan kan hij beginnen. Ja, jullie hebben het net misschien al gezien. Dit is deze steen en die zit een beetje los. Die kan zomaar eraf vallen. Dat wil je natuurlijk niet hebben. En hier zie ik nog allemaal kleine stenen. Die zouden misschien ook nogal naar beneden kunnen komen rollen, dus je moet erg voorzichtig zijn in dit gebied. Maar ik geloof wel dat dit best wel professionele bergbeklimmers zijn. Ik vind dit een hele coole set. Je kunt er heel erg veel mee doen, er zitten allemaal dieren bij. Je kunt bergbeklimmen en dan kun je dus alles gewoon een beetje verwisselen. Er zitten ook super mooie bloemen bij. Hier bovenin, daar zie je ook nog edelweiss. En dan natuurlijk ook de top van de berg. Ja, ik vind het een echt coole set. Van mij krijgt hij zeker een duimpje omhoog. En jullie kunnen me vertellen in de comments wat jullie vinden van deze set. En of jullie wel eens in de bergen zijn geweest om te wandelen of om te klimmen misschien zelfs. Of misschien zijn jullie ooit een keertje op vakantie geweest. Tja, in Nederland is dat natuurlijk best wel lastig bergen beklimmen, maar misschien zijn jullie wel eens in het buitenland geweest en heb je daar bergen beklommen. Dat kun je vertellen in de comments. Oh, er zit trouwens nog zo'n haakje bij. Dus twee mensen die kunnen tegelijkertijd gezekerd worden. Natuurlijk moet je dan erg voorzichtig zijn en je altijd zekeren. Maar je hebt dus twee van dat soort haakjes. En ja, misschien is er dan ook wel iemand anders aan het klimmen op dat moment. En die ander die is misschien aan het wandelen met deze stokken. Ja, ik ben dus benieuwd of jullie bergbeklimmers zijn, of jullie daarvan houden. Vertel dat maar in de comments, geef een duimpje omhoog voor de video. En bekijk natuurlijk ook onze andere video's. Abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!